vind het echt zo mooi om te zien dat zoveel vrouwen en mannen hier bij elkaar komen om te strijden wat voor hun belangrijk is. En het gaat ook over die positie van vrouwen. We willen gewoon een gelijkwaardige positie voor vrouwen. Ze doen niet onder voor man. En daar is ook nog heel veel voor te strijden. En je merkt het ook in de zorg dat het nu ook weer speelt als het gaat om het nog verder verbeteren van goede abortuszorg bijvoorbeeld. Vrouwen moeten nu naar een abortuskliniek als zij een abortuspil willen. Terwijl sommige vrouwen heel graag naar hun eigen huisarts zouden willen gaan. Het gaat er mij om dat we vrouwen zoveel mogelijk keuzevrijheid geven. En daarom heb ik een initiatiefwet geschreven samen met de PvdA. Waarbij we het mogelijk willen maken dat huisartsen zelf ook die abortuspil kunnen voorschrijven. Maar ook als het gaat om alleenstaande vrouwen of lesbische vrouwen die ook recht hebben op een vruchtbaarheidsbehandeling die ze nu zo meteen niet meer vergoed krijgen. Echt een onbegrijpelijk besluit. Ze hebben allemaal recht op die vergoeding. De sfeer is hier echt helemaal fantastisch. Er zijn zo ontzettend veel vrouwen en mannen gekomen om te strijden en te demonstreren voor een gelijkwaardige positie van vrouwen. En daar is ook nog heel veel voor te strijden. En het is gewoon zo mooi om te zien dat zoveel verschillende mensen vanuit alle hoeken in Nederland hierop af zijn gekomen.